Nou, ik bevind me hier dus in de bunker en het leuke is dat het lijkt net alsof we hier, of het hier nog allemaal intact is, maar dat is dus allemaal naar de hand aangebracht natuurlijk. Maar er liggen hier nog originele bladen, dus je kunt wel nagaan hoe veel enthousiasme die mensen hier tentoonstellen.